vind je niet terug. Nee. Is dat er? Nee. Oh ja, nee, ja, is dat zo? Ja. Is dat de opening? Ja. Schieten voor IKEA. Die gaan binnenkort een nieuwe art event, street art collectie presenteren. En wat hebben we nou gedaan? We hebben een van die doeken uit de collectie. We hebben hier een museum geplaatst, dat zie je hier achter. Dus we zijn eigenlijk aan het kijken naar het contrast tussen een IKEA schilderij van ongeveer een tientje en een schilderij wat hier hangt van 3-4 miljoen. IKEA Art Event Street Art Collectie is eigenlijk een limited collectie waarbij 12 verschillende straatartiesten street art hebben gemaakt voor IKEA om eigenlijk toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Iedereen gelooft dat het de grote Ike Andrews is die hier zijn expositie heeft en dat het schatten mensen op een ton, twee ton, een paar miljoen. We willen bewijzen met deze video dat kunst ook bij mensen thuis gewoon kan zijn en dat het niet onderdoet voor kunst uit een museum. Het is een verbeelding van zijn chaos, in zijn geest. Het is vooral een heel erg mooie geest van een kunstenaar die zijn emotie kwijt kan.